Het doel is hetgeen dat mijn collega ook al gezegd heeft. In het voorbije jaar, wat er allemaal is gebeurd. In een nieuwe jaar keren we altijd terug naar de voorbije jaren. En een nieuw jaar staat altijd met een jaaroverzicht. Maar ik ga de traditie doorbreken, ik ga er niet op terugkeren. Want als we allemaal de voorbije jaaroverzichten gezien hebben, is het allemaal negatief. Je moet maar je televisie openzetten. En de laatste dagen ook, is niet anders als negativisme dat de klank is. We gaan dat doorbreken. Ik wil dat iedereen zich gaat spiegelen aan een positieve gedachte. Ik ben ervan overtuigd, en we zien dat op KTA Brakel, dat we ondertussen al de negatieve spiraal kunnen omdraaien hebben in een positief verhaal. En de mensen beginnen daarin te geloven. En we moeten niet wachten op die nieuwbouw, wat ik ook al 2 jaar zeg, maar die nieuwbouw zal dus een plus zijn om daar blijven in te geloven. En het is niet aan mij alleen. Ik wil daar ook iedereen voor bedanken, van begin tot het einde, en in de eerste plaats ook mijn team van de leerkrachten en ook van secretariaatsmedewerkers, waarbij dat we ook een verloren zoon teruggekregen hebben, waardoor ons team nog zal versterkt worden. Maar ik alleen kan dat niet. Het is dankzij jullie dat we vandaag staan waar we moeten staan. En vandaar ook, om in de traditie en in de actualiteit te blijven, zou ik graag vandaag de gouden schoen uitreiken. Niet aan één persoon, maar aan mijn ganse team. Het ganse team van KTA Brakel, dat laat ons zeggen, dag en nacht klaarstaat om in de eerste plaats inderdaad mijn dromen te verwezenlijken. Maar dankzij jullie kunnen we er eigenlijk geraken waar we nu zijn. Dus graag zou ik in de eerste plaats voor mijn team een keer een applaus willen voor de gouden schoen die ze van mij krijgen.